Het 4-70-duo Afrodite Segers en Lopke Berghout heeft de World Cup in Genua afgesloten met een 8e plek overal. Voorafgaand aan de medal race met de beste 10 boten hadden ze nog kans op zilver. Maar een slechte start bij de pin-end gooide roet in het eten. We hadden van tevoren wel gezegd, als ze niet halen, moeten we op tijd ertussenuit. Maar ja, dan doe je dat toch niet, hè. En moest je een strafrondje draaien volgens mij? Of, ja, we waren helemaal stak op de pin-end. We moesten eigenlijk helemaal aan het wegduwen. Segers en Berghout waren naar Genua gekomen om wedstrijdritme op te doen. Dat is broodnodig, want het duo vaart pas sinds eind vorig jaar samen. Ze willen dolgraag naar de Olympische Spelen, maar dan moeten ze wel de nationale selectie winnen. Hun concurrenten zijn Mandy Mulder en Anneloes van Veen. In de eerste nationale selectiewedstrijd op de Prinses Sofia Cup eindigden beide teams buiten de top 10. En daardoor kregen beide teams geen punten in de selectie. Het Europese kampioenschap in San Remo is het strijdtoneel van de tweede en allesbeslissende nationale selectiewedstrijd. Het EK wordt gevaren tussen 9 en 14 mei. We zijn wel eigenlijk heel tevreden en die medal race, daar moeten we nog even aan werken.